Sunshine, hallo. Welkom bij de volgende YouTube-video. In deze video wil ik het heel graag met je gaan hebben over hoe krijg jij die X-shape, oftewel die smalle taaien. Hoe creëer je het nou? Ik ben hier aan het trainen momenteel bij Gold Gym en ik ga je meenemen in de top drie favoriete oefeningen van mij om bredere rug te krijgen. Want als je gaat kijken naar een smallere taille, wat heel veel vrouwen willen, je kan je taaien zeker smaller krijgen. Tuurlijk ook door voeding, definitely ook gedeeltelijk door training. Maar ergens kom je natuurlijk een stel organen tegen. Mijn keuze is om die lekker te laten zitten. En vooral optisch mijn rug breder te krijgen, waardoor je taaien letterlijk smaller wordt. Alrighty. De eerste oefening in mijn reeks van deze training, ik ga vandaag rug trainen, is lat pull down. Ik ga je meenemen in de techniek daarvan. Ook de meest gemaakte fouten die je ziet in de sportschool om grotere rug te krijgen. Alrighty. Let's start. Let's train. Alrighty. Eerste oefening, lat pull down. Waar je op wil letten is dat je handen, als je vastpakt, 90 graden zijn. Want je zult zien dat de sportschool veel breder, veel smaller. Oké. Je mag gaan zitten en de eerste beweging die je eigenlijk wil maken, wat je heel veel vrouwen wel ziet, is dat ze vanuit hun nek aan het trainen zijn. Like this. Als eerste wat je wil is je schouderbladen helemaal naar beneden trekken. Je krijgt haast een beetje kramp onder je schouderbladen. Vervolgens trek je je schouders naar beneden, ellebogen wat naar binnen en dan trek je door. Handig ook met een pet. Alrighty. Straight arm pull down is die ik heel graag doe voor een grotere rug te krijgen. Meer taaien. Waar je aan mag denken, één voet voor, één voet achter. Als eerste wat je wil is je schouderbladen letterlijk naar beneden brengen. Waar ik aan denk in deze houding is letterlijk dat ik dit gedeelte naar mijn hand toe breng als ik die onder me zou leggen. Alrighty, stap 1. Eerst schouderbladen helemaal naar beneden, naar beneden, naar beneden. Nu krijg je haast een beetje kramp vanuit hier met losse vingers doortrekken. Rug recht, hou wel je buik aangespannen als je in je onderrug te trainen. Hou vast, hou vast, komt recht op, schouders naar achter. En let's rock. The next, one arm supported chest row. Alright, let's rock. Oké, mijn advies sowieso, als je echt ook rug wil laten groeien, dus een grotere taille, letterlijk, zwaar. Pak alsjeblieft de gewichten echt zwaar. Wat ik heel vaak zie is vrouwen vrij licht trainen in de sportschool, maar uiteindelijk wil je een aantal herhalingen niet halen. Die ga ik waarschijnlijk ook nu niet halen. Ja. Yo, we are back again. Lekker eten, de after workout meal voor mij. Zalm met lekker gesneden boontjes. Love that, love that. And dat is tevens ook echt een tip voor me als je een smallere taille wil. Ga echt dingen eten waarvan je merkt, hey, het gaat makkelijk, fijn door mijn buik. Hier heb ik vooral geen opgeblazen gevoel van of krampen. Want dat is gewoon simpelweg een teken van je lichaam dat ze het niet verteert. En daarmee krijg je zeker geen smallere taille. Dus dat zou mijn advies zijn na deze video om de aankomende dagen eens voor jezelf gaan checken. Oh, deze voeding voelt heel erg fijn in mijn lichaam. Hier voel ik me letterlijk ook dunner door. In plaats van een opgezette buik. En natuurlijk, smallere taaien is definitely je vetmassa ook naar beneden brengen. En tijdens de coaching, hoe ik dat met mijn vrouwen doe. Mijn Sunshine, die ik begeleid naar weer een heel fijn fit lichaam.
vetmassa naar beneden, maar in de tussentijd wel lekker spier opbouwen. Waardoor je uiteindelijk definitely veel meer taaien gaat krijgen. En een beetje die wespentaaien. I love that. Alrighty, Frank die komt hier as we speak binnen. Frank, wat is jouw beste tip voor de vrouwen om een hele fijne taaien te krijgen? Nummer 1 is vetpercentage verlagen. Mm-hmm. Dat is denk ik het eerste. En daarbij is het als je jouw schouders aan de zijkant wat ronder worden. En je rug is een stuk breder en je traint gewoon flink je billen. Dan ga je vanzelf meer die X-frame krijgen waardoor het uiteindelijk beter wordt. Definitely. Yes. En dat is ook. Vrouwen vragen wel eens aan mij van, hey Paula, hoe heb je die taille gekregen? En wat train je in de sportschool? En waar ik echt voornamelijk op zit is billen, benen en schouders. En als je ook kijkt, als ik naar Amerika ben en ik ben daar met pro-atleten aan het trainen. Waar ze zeggen van, hey, waar heb je de meeste nadruk op? Is het definitely schouders, bovenrug trainen zoals we vandaag tijdens de trainingen hebben gedaan. Billen en benen. Dus dan krijg je uiteindelijk die V-shape. Alrighty. Hey, laat me weten of deze video voor jou interessant was. Subscribe. Give a thumbs up. I love that. En laat hieronder even een comment weten wat jij van deze video vindt. En waar jij graag een andere video over ziet, dan ga ik die zeker maken. Oké, hele fijne dag. Geniet ervan. Tot de volgende video. Leuk. Doei doei.